Beka is eigenlijk een volledig geïntegreerd vastgoedbedrijf. We zijn vooral gespecialiseerd in het beheren van assets, gebouwen en het beheren van fondsen. Vooral in de kantoren hebben we heel veel ervaring en expertise. We werken vooral voor buitenlandse investeerders die een lokale partner nodig hebben in België voor hun vastgoedbeheer. Wij proberen daarbij eigenlijk bij te dragen aan het maatschappelijk probleem van verouderd vastgoed. En onze duurzaamheidsvisie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol. Financiële partners zoals KBC en duurzaamheidsexperts zoals Ancon spelen daar een zeer cruciale rol in. Ze helpen ons eigenlijk om onze klanten te overtuigen omtrent duurzaamheid, maar ook om van de theorie naar de praktijk te kunnen gaan. We hebben Tribeca kunnen ondersteunen op meerdere vlakken rond duurzaamheid, zowel voor de eigen organisatie als richting hun klanten en investeerders. We zijn multidisciplinair, dus dat gaat van duurzaamheidscertificatie, de wettelijke frameworks en projecten in het kader van de energietransitie, waarin we ook ondersteund hebben. Dus dat toont dat we veelzijdig zijn en ik denk dat dat ook goed pakt in de samenwerking. Wat we specifiek aan Ancon waarderen, is eigenlijk de kwaliteit van de uitvoering en de professionaliteit in de proactieve aanpak. Zij begrijpen zeer goed waar onze business naartoe gaat. Ze denken ook mee proactief na. Zowel in de salesfase eigenlijk, dus bij het opstellen van de scope van het project, als in de uitvoering van het project. Het tweede dat ik ook enorm apprecieer aan Ancon is dat ze heel proactief ook meetings gaan inplannen om de informatie te bekomen die ze nodig hebben. Waardoor dat wij op onze twee ogen kunnen slapen als klant. En zeker zijn dat het project getrokken wordt door hen en dat alles in orde komt op tijd. Banken zijn natuurlijk cruciaal voor een vastgoedspeler zoals wij om de duurzame transitie te kunnen financieren. Bij KBC specifiek voelen we eigenlijk een zeer gelijkaardige visie op vlak van duurzaamheid. Dus wij voelen dat KBC duurzaamheid ook ziet als een manier om waarde te borgen op lange termijn. En daarbij ook het risico van leningen en investeringen te reduceren. Duurzaamheid is toekomstgericht zijn. En dat is heel belangrijk voor ons om ons vastgoed relevant te houden op de lange termijn. KBC heeft bijvoorbeeld al lang gekozen om EU Taxonomy als framework te adopteren. En specialisten zoals Thibault hebben er eigenlijk superveel expertise in. Belangrijk voor ons is dat het niet zomaar een studieoefening wordt. Wij willen voor al onze klanten de juiste financieringsoplossing vinden. En we zullen daar ook op gepaste manier duurzaamheid in integreren. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met onze klanten, maar ook met onze relatiebeheerders. In de samenwerking met onze klanten, waar dat Ancon ook betrokken is, zien we dat hun visie en de samenwerking met Ancon de financierbaarheid van hun projecten te goede komt. Ancon geniet dan ook het vertrouwen van KBC als duurzaamheidsadviesbureau. En als Ancon aanbevelingen geeft rond een ESG-strategie of een decarbonisatieplan voor onze klanten, zullen wij dat ook volgen.